Hij is een wat atypische deelnemer aan de autocross in Sint Maarten. De 72-jarige juwelier Sjaak Knijn uit Heerhugowaard. Ik leef er naartoe. Ik vind het heerlijk, 's ochtends om 5:30, ik hoef de wekker niet te zetten. 5:30 ben ik eruit, want ik leef naar de wedstrijd toe. Ook al win ik niet, ik mag achteraan starten, omdat voor mijn leeftijd. Maar het is hier genieten. Gezellige mensen allemaal, een supergoeie organisatie. Ook het watergebeuren, sproeien, alles doen ze perfect. Dus het is hier echt de moeite waard om heen te komen. Wat is er nou zo mooi aan de autocross? Het mooie is het zelf repareren. In een schuur, kopje koffie erbij, praten hoe we dat gaan doen. De vering veranderen, gaan we dat doen? Het stelt soms niks voor hoor. Maar er mooi aan denken. Ja, dat is leuk. Knijn is de oudste deelnemer aan de autocross en dol enthousiast vertelt hij over zijn hobby. Stoppen met crossen, daar moet hij nog lang niet aan denken. Ik ben gezond en fit. Ik repareer nog wat horloges. Ik tennis nog 3 keer in de week. Dus ik ben heel fit. We fietsen heel veel met mijn vrouw. Dus ik hoop nog jaren mee te gaan. En ik heb begrepen dat uw vrouw er ook niet bij is. Hoe kan dat nou? Nee, dat heb wel. Ik ben 1 keer hier zwaar over de kop gegaan. En te mater. En toen was mevrouw 1 keer wezen kijken. En daarna is ze helaas niet meer geweest. Maar ze begrijpt het wel dat ik het leuk vind. Heerlijk! Ja,